heel fijn om gewoon lekker het bos in te gaan en gewoon eventjes alleen maar bezig te zijn met het hier en nu. Want ja, het is gewoon, je loopt het bos in, je denkt oké, ik moet droog slapen, dus ik moet een kamp bouwen. Ik moet eten, dus ik ga nu eten zoeken in het bos. Je bent alleen maar bezig met wat heb ik nu nodig en daar ga je eigenlijk naar op zoek. Ik ben op een fietsvakantie geweest samen met een goede vriend van mij, Maarten. En toen zijn we naar Italië gefietst. En toen hebben we overal wild gekampeerd waar we konden wild kamperen. En ja, dan sta je echt op de gekste plekken, mooiste plekken. We hebben zo ooit in een oude ruïne geslapen. We hebben in tipis geslapen op een middeleeuwse festival. Maar ja, uiteindelijk wordt het rustig en dan zie je echt gewoon hartstikke mooi. Ga je daar in je hangmat liggen en dan zie je achter de bergen zie je een onweersbui zie je langskomen. Terwijl jij lekker droog op je plekje ligt. Nou ja, dat is gewoon natuurlijk een hele mooie ervaring. En onder je zie je de stad, zie je donker worden, lampjes aangaan. Ja, je maakt gewoon hartstikke mooie dingen mee. Ja, ik ga ook heel vaak het bos in om dus gewoon lekker echt te proeven van wat er allemaal in het bos te vinden is. En dan in de herfst is nu bijvoorbeeld heel erg veel noten te vinden. Kastanjes zijn heel lekker om te eten. Wat heel veel mensen niet weten is dat van de eiken ook eikennootjes gegeten kunnen worden als ze maar een beetje bewerkt worden, want er zit wel giftige stof in. Maar ook lisdolder kun je eten, brandnetels. Daar is gewoon heel veel te eten en het is gewoon hartstikke lekker om uit het bos te eten, dus dat doe ik heel graag. Bushcraft is een heel breed begrip eigenlijk. Er wordt door heel veel mensen heel verschillend ook ingevuld. En wat ik dan eigenlijk in het bos aan het doen ben, is lekker zorgen dat ik zelfredzaam ben, eten kan zoeken. Uiteindelijk wil ik ook het liefst mijn tas thuis kunnen laten en gewoon niks nodig hebben. Zeltje thuis laten en gewoon overal kunnen gaan slapen waar ik wil gaan slapen. Ja, ik ben wel ooit een keer op een fietsvakantie gegaan. Toen was ik in mijn eentje. En toen sliep ik in plaats van in de hangmat, sliep ik op de grond. Dus dan ben je minder zichtbaar. Dat was ook mijn idee. Maar je bent natuurlijk voor wilde dieren ook makkelijker als prooi. En ja, toen werd ik midden in de nacht, werd ik op een gegeven moment wakker van geknor in de verte. En toen dacht ik, oh nee, het zal toch niet dat ik een wild zwijn tegenkom. Nou ja, dat was dus zo. Ja, dan heb je wel even je hart in de keel als je hoort dat zo'n wild zwijn echt gewoon op een afstand is van, dat zijn 20 meter of zo. Ja, kijk, jij rent hem er echt niet uit. Hij ziet jou wel en jij ziet helemaal niks in het donker. Dus. Ja, dat zijn wel echt momentjes dat je wel eventjes weet dat je leeft. Ik denk wel dat ik altijd wel in zoveel in het bos wil blijven zitten. Ja.